En ik zie mevrouw Del Castillo zitten en ik dacht, waar zal ze aan denken van, liever had ik die jongen binnengebracht. Die Hellings. Nou nee, ik dacht hetzelfde wat jij zegt. Je mag eerst onze kijkers en luisteraars groeten. Ja, goedemiddag kijkers en luisteraars. Altijd leuk om weer bij Cliff op bezoek te zijn. Na zes maanden zeg je nog goed. Maar ik geniet ook altijd van de verkiezingstijd in die zin van die creativiteit die er is, weet je, in het aanprijzen en weet je, die campagnevoering. En daarom is het voor mij zo belangrijk dat we het met respect en waardigheid doen. Omdat het iets is waar je die samenleving, je moet zo enthousiast maken. Je bent ook bezig met de toekomst van het land. Maar tegelijkertijd moet het iets zijn waar mensen met plezier aan terugdenken. Als ze nu winnaar zijn geweest of niet hebben gehaald wat ze hadden verwacht. Weet je, dat is waar ik altijd van geniet. Van die enerzijds saamhorigheid, we zijn allemaal in dat ding. En anderzijds die concurrentie. Onder andere met inzet van strijdliederen, posters en al dat soort dingen. Ja, ik geniet van de verkiezingscampagnes. We kunnen niet verder alvorens eerst wat te zeggen over dat vorige onderwerp. Want jullie van de DA91 hebben ook een verklaring uitgegeven over de mishandeling van Benny Miranda. Ja, zeker weten. Want dat is precies wat ik zeg. We gaan naar een verkiezing. Je wil dat iedereen. Het is competitie, harde competitie vaak. Maar hard vooral in die deze zin, verkiezing. Precies, maar hard in die zin van woorden. Dat is democratie. Democratie bedient zich van woorden in de strijd. Van het debat. En niet van geweld. Geen fysiek geweld, geen mentaal geweld. Maar zeker geen aanvallen op politieke tegenstanders. Of op mensen die iets zeggen waar je het niet mee eens bent. Mm. Het antwoord is geen vuistslag of iemand bijna de dood inslaan. Het antwoord is in discussie gaan, argumenten aandragen. En ja, als jij niet kan overtuigen, dan ga je weer verder studeren om na te gaan hoe je dat de volgende keer wel kan. Maar we moeten respect voor elkaar hebben, respect voor het leven. En respect voor ieders mensenrechten en burger en politieke rechten. Maar gelet op de belangen. Gaat die boodschap wel aankomen? Van we moeten respect. Ik denk toch wel dat als een ICO. Nee, dat het een bepaalde wending zal nemen naarmate de tijd vordert. Maar dat mag niet toch? Het is een opdracht aan alle politieke organisaties. Dat hebben wij trouwens ook in onze verklaring aangegeven. Een oproep gedaan aan alle politici. Ook aan de politieke organisaties. En ook aan de verkiezingsorganiserende instituten. En hun werkarmen. En ook natuurlijk het ministerie van Justitie en Politie. Dat er duidelijke boodschap moet zijn. Ten eerste voorbeeldgedrag vanuit de leiders zelf. En iedereen die met de politiek bezig is. Dat we geen mens, dat we fel naar elkaar kunnen zijn. Maar dat we ons nimmer vergissen om het idee te wekken. Dat fysiek geweld acceptabel is. Onder welke omstandigheid dan ook. En twee, dat wanneer dat wel gebeurt. We ongeacht om wie het gaat. Wet en recht daarop toepassen. Zonder aanzien des persoons. Omdat we die samenleving. Ik bedoel, we klagen al elke dag. Dat normen en waarden ver te zoeken zijn. Dat die samenleving verloedert. Op dit moment is het aan ons allemaal. Om te zorgen dat we daar een rem op zetten. Wat dit betreft. Ja. Maar in diezelfde verklaring van jullie. DA91. Hebben jullie ook gebruik gemaakt van de gelegenheid. Om te wijzen. Aan de gemeenschap te laten weten. Dat jullie ook worden lastiggevallen daar aan de Gladiolenstraat. Ja, ja. Ja, want het is een samenloop van omstandigheden natuurlijk. Dit is met Benny gebeurd. En wij hadden een mooie vergadering op ons centrum gepland voor vrijdag 5 april. En we hebben het 's morgens de nacht tevoren online gezet. En de volgende ochtend kwamen en was onze hoofdspanningskabel doorgeknipt. Dus, en het is niet de eerste keer, het was eerder gedaan op oudjaar 2022. Wel camerabeelden, dus je ziet de persoon komen het terrein op met zijn gereedschap gereed. Dus helemaal uitgerust. En jullie hebben gezien wie? Ja, en nee, hij heeft zijn gezicht helemaal afgedekt, dus met voorbedachte raden. Hoe laat ook. Was dat? Het was rond 1 uur, tussen 12 en 1 uur in de ochtend. Dus het was van 4 op 5. Aha. Ja, is hij gekomen en hij heeft de kabel geknipt. En de politie heeft hem niet kunnen aanhouden? De politie, dus geen de politie... Geen kentekenplaat, niks? Je ziet geen voertuig. De persoons komen lopen. Oh, oké. Ja, dus je ziet niet precies die camera van ons. En er is volgens mij geen camera van Lanti daar. We zouden moeten kijken als er is. Maar van onze camera's, we hebben 7 camera's op het terrein. Om dat gebouw heen.
Maar die ene camera heeft, twee camera's hebben hem gepakt waar hij binnenkomt op het terrein. En die andere waar hij die kabel nadert om het te knippen. Want het moment dat hij het knipt is het er natuurlijk, is er geen beeld meer. Maar hij heeft zijn gezicht helemaal afgedekt. Dus hij wist dat er camera's waren. En hij is met voorbedachte raden dus dat komen doen. Dus je zou hem aan zijn houding waarschijnlijk kunnen herkennen of iets dergelijks. Maar zijn gezicht... Maar dat gebeurt dus voor de tweede keer? Voor de tweede keer, ja. Dan mama, ze zijn al op de jaar 91. Ja, kan dus, het iemand dus, van de buurt zijn? Ik zou niet verwachten dat het iemand uit de buurt is. Ik heb trouwens, ze hebben ook camera's op de zijstraten gericht. En daar, ik zie niemand uit die straten komen. Integendeel zijn het de buren die ons hebben gemeld. Want wij waren niet daar op dat moment. Dus de volgende ochtend heeft een buurman, viel het hem op van hey, een kabel, die kabel, die hoogspanningskabel hangt los. Toen heeft hij contact gemaakt met ons en ons geïnformeerd van... Volgens mij hebben jullie een probleem, want die kabel is weer geknipt. Ja. En gelukkig, het KPS, politie, heeft snel opgetreden. Ze hadden geen vervoer, je weet het, problemen. Dus we hebben 2-3 uurtjes moeten wachten, maar ze zijn toch gekomen. En EBS, heeft de storingsdienst, heeft ons ook bijgestaan toen ze begrepen dat er een vergadering was die dan een probleem zou ondervinden... Om te zorgen dat ze een beetje geïmproviseerd hebben. Maar dus die vergadering is toch doorgegaan? De vergadering is doorgegaan. En dat vind ik belangrijk. Hè? Want ik zeg, Cliff, weet je, we mogen niet zo zijn in dit land van ons. Dat is wat ik zeg. Als we politieke tegenstanders zijn, of wat, we moeten met woorden onze zaken uitvechten. We moeten proberen te overtuigen. En wie best overtuigt, die zal de hoofdprijs halen. En daar moeten we vrede mee hebben. Dat is democratie. Maar we moeten nooit gunnen dat diegenen die gebruik maken van geweld, wat voor geweld dan ook, zich overwinnaar voelen. We moeten als samenleving zorgen dat we die mensen dat plezier steeds ontnemen. En daarom was ik ook heel blij met de optreden van niet de KPS alleen, maar ook van EBS. Dat ze hebben gezorgd dat het is gekoppeld, zodat die vergadering doorging. Dus als de opzet was, Noah Heer vergadering in Hori... Toch is die vergadering, dus het plezier van het knippen van de kabel is de persoon ontnomen. Ja, oké. Angelique Del Castillo, die timmert al jaren aan de weg. Ik keek, want u overspoelt ons. Wij van de media met die berichten en de flyers. en de lezingen. Ja, we moeten bezig zijn toch? En eigenlijk is uw campagne al begonnen, kan ik het zo het zeggen? Het is nooit gestopt. We gaan in de volgende versnelling. Ja, ja. Toch? Dus we zijn nooit gestopt. Na die verkiezing van 2020 hebben we onze deuren eigenlijk nooit gesloten. Maar als u zich zo inzet naar een verkiezing en het lukt toch niet, gaat u door of zegt u van nou? Want met zoveel inzet, met zoveel lezingen, met en zoveel... En hoe zou dat niet lukken dan? Dus nee, wij zijn reëel, maar ook optimistisch. Als leider moet je optimistisch zijn... En ervan uitgaat dat die samenleving nu wel gezien heeft dat, dat angst meer angst brengt. Stemmen uit angst heeft geen oplossing. Oké, laat me zeggen. Vanwege de omstandigheden, gelet op de manier waarop de mensen in Suriname stemmen, kom je en je wordt altijd... Ja, je vindt het nooit prettig als ik zeg kleine partij. Toch? Laat me zeggen de populaire partijen. De populaire partijen zijn de NDP, de VAP, de ABOP. NPS ook... En ik, wat als ik zeg, je kan pas binnenkomen door met een van de drie samen te gaan. Ik denk dat dat... Ik geloof dat niet. Nee. Ik denk dat dat voor de verkiezingen van 2025 zelfmoord is. Omdat die partij... Zelfmoord? Ja, zeker weten. Omdat als je kijkt naar hoe de gemeenschap nu reageert, we zijn ook in de buurten regelmatig, dan heeft de gemeenschap is het zat. Ze hebben ze gezien. Bijna 50 jaar lang zijn dezelfde partijen af en aangekomen, stuivertje verwisselen gespeeld in hebben van meerderheid in regering, leveren van president en vicepresident. En de mensen hebben gezien dat die oplossing daar niet ligt. Dus men is er echt moe en zat van. En men wil gewoon die partijen niet meer hebben. Men wil breken uit die vicieuze cirkel. En dat is hetgene wat ons... Extra energie natuurlijk geeft. Maar ook omdat we weten, we leveren een goed product. Wat we aanbieden is niet iets om die samenleving dieper in de put te brengen. Of te houden waar we zijn en te zeggen, ja zo is het altijd geweest. We willen juist die doorbraak plegen. En we proeven dat die samenleving daar meer en meer gereed is. Maar jullie hebben altijd goede producten toch geleverd? Ja, maar soms is er een proces waarin mensen bewust worden en beseffen. Kijk, we hebben een cultuur gehad van tegenstemmen. We gaan tegenstemmen.
Maar nu, met de wijziging ook van het kiesstelsel, is er veel meer ruimte gekomen om te stemmen voor wat je wil. Ik zei het net, ik sprak met iemand net, ik zeg vroeger bij het vorige systeem, dan zouden mensen zeggen, ja, maar als, in, weet je, als ik in een klein district woon, dan heeft het geen zin als ik zoveel mensen van hier stemmen op die partij, want het is niet genoeg voor een zetel. Maar nu weet men, als we stemmen, kan het bijdragen aan die stemmen die landelijk gehaald worden. Want elke stem van het hele land uit kan een zetel maken tezamen. Dus het maakt een, hoe noem je dat? Een mindshift. Dat mensen nu een andere waarde aan hun stem gaan toekennen. En ze zien ook dat er meer mogelijkheden voor ze zijn. Dus wij als DA91 merken het ook in die aanwas. Ik moet zeggen van, en ik schep zeker niet op, maar we hebben heel veel jonge mensen die zich nu aanmelden. Toch? En uit alle buurten, uit alle regio's van ons land, willen mensen meedoen. Dus er is iets dat nu wel doorklinkt. Ga ook maar na. Kijk, die corruptie is echt. Het is, ja, elke keer denk je dat je het ergste hebt meegemaakt, maar dan merk je dat er nog iets ergers kan gebeuren. Maar de mensen zijn het echt zat nu. Weet je, dat ding dat men vroeger zei, ja, nou, want tien lekkers. Mensen willen het niet eens meer horen. Toch? Want dat tien lekkers is nou een grote aboma om onze nek geworden. Dus men wil daarvan af en men weet dat geen men heeft gehad af en aan, stuivertje verwisselen al die tijd. Die hebben het steeds in stand gehouden. Maar we praten elke keer hierover. En vanmiddag weer, namelijk de bundeling van die kleine organisaties. Nou heeft een van de exponenten van een van de kleine partijen tegen mij gezegd, en die moet me niet vragen wie, want ik moet mijn bron beschermen. Maar wat dacht je? Nou, Angelique, even rustig, Sani. Angelique zorgt ervoor dat die bundeling maar niet kan komen. Dat is Angelique een machtig mens. Klopt dat? Je luistert nog. Nee, wat ik ga zeggen is dit. Wij zijn juist bezig met een heleboel partijen te praten als partijen. En het heeft niets te maken met klein of groot, want dat zou ik nog aan je zeggen. Klein is een momentopname. Mm. Het volk bepaalt wat klein is. Wat de vorige verkiezing 16 zetels of 20 zetels had, kan de komende verkiezing 4 of 5 zetels hebben. En partijen die niets hadden, hebben 10 en 12. Dus op 25 mei heeft iedereen nul. Het volk bepaalt dan hoe je eindigt die dag. Mm-hmm. Toch? Het is geen vaststaand feit. Ik zeg het ook altijd wanneer de persoon die ik cijfergoochelaar noem, zijn cijfers presenteert. Wie, meneer Ramadan? Ja, het heeft niks te maken. Toch? Het is geen wetenschap wat hij doet. Toch? Het zijn gewoon statistieken. En statistieken zijn dynamisch. Die veranderen afhankelijk van hoe mensen staan in deze wereld. En de mensen in Suriname beginnen los te laten dat hun angst om verandering vorm te geven en hun vrees dat die verandering geen kans gaat krijgen. Dus, klein, we zijn geen kleine partijen. Er zijn politieke partijen, ieder met hun eigen signatuur, hun basisbeginselen, hun principes. En wat wij zeggen als... Maar die mensen zijn klein naar alleen van het aantal, leden, toch? Nee. Je moet praten over voor mij moet je praten over politieke organisaties. Het zijn allemaal politieke organisaties. En je moet nagaan op basis van wat voor ideologie heb je. Heb je links, heb je rechts, heb je sociaal-democraat, heb je liberalen? Wat zijn die partijen? Laten we ons op die manier gaan identificeren. Omdat wanneer je dat doet, dan heeft het volk ook een houvast over welke richting je gaat met beleid. Mm-hmm. Als ze je die zetels geven, welke richting ga je? Nu is het op de meeste plekken is het een soort free-for-all. We kunnen alle richtingen op. We willen ons aan niets binden. Kan niet. Toch? Maar goed, terugkerend op dat van die samenwerking. Wij praten met partijen. Maar het is wel belangrijk, Cliff, dat die partijen gelijkgericht zijn. Het heeft geen zin als wij bijvoorbeeld als een sociaal-liberale partij met een routekaart, hebben heel duidelijk aangegeven wat onze richting is, met een waardenkompas gaan praten met een partij waar mensen zitten die hebben aangetoond dat ze het niet zo nauw nemen met eerlijkheid. Dat ze het niet zo nauw nemen met regelarij. Toch? En dan nu willen ze met ons komen praten. En zeggen van, ja, kom, laten we samen gaan. Hoe gaan wij nog staan voor dat wat we nu zeggen, dat centraal moet zijn in beleid, die integriteit en die doorbraak en die herstel van normen en waarden? Dus bij u telt niet van, want vaak genoeg als je politici vraagt, zeggen van, wij sluiten niemand uit.
Nee, bij ons... Jullie sluiten wel uit. Wij sluiten uit wat niet in de lijn is van die principes en die basisbeginselen van ons. Het moet, omdat het in het belang is van die samenleving. Mm. Toch? Kijk, Cliff, als jij ergens... Je zegt iemand, ik ga eerlijk werk leveren. Je gaat met een ploeg naar daar. Dan heb je, weet je dat je in je ploeg een paar mensen hebt die eigenlijk een heel andere kijk op hebben of wat eerlijkheid inhoudt. Dan kan je die mensen toch niet aandoen bij wie je ze binnenbrengt. En dat is wat wij zeggen. We moeten eerlijk zijn. Wij willen een goed product leveren. En niets weerhoudt ze als zij zichzelf verenigen en het gaan presenteren aan mensen. Als dat, dat zij een nieuwe kans moeten krijgen. Wij zeggen Suriname moet die kans krijgen. Dus daarom zeggen ze Angelique ligt dwars. Ik weet niet, als ik dwars lig, ik ben gewoon hard en recht door zee. En ik sta voor wat ik sta. Mm-hmm. Suriname moet eindelijk een kans krijgen. En dat betekent dat we heel recht door zee moeten zijn. En gelijkgerichte partijen, die kunnen een goed beleid voeren. We willen geen beleid hebben zoals we nu hebben gezien. 3 regeringen, 2 regeringen. Want iedereen heeft zijn eigen idee hoe hij het moet doen. Wij zeggen geen verkaveling van overheids... Van de overheid. Het wordt niet meer van dat ministerie is eigendom van die partij. Nee, 1 beleidsprogramma dat centraal wordt uitgevoerd. Iedereen committeert daaraan. Profielen om mensen te benoemen. Dat is ook iets waar partijen vaak een probleem mee hebben. Ze willen geen profiel hanteren. Want ze zeggen, ja, maar if I'm no stuka, if I'm no DC, maar I'm takboom, I'm chasting. Dan zeg ik, ja, maar wat gaat er in het parlement voor je doen dan? Toch? Dus we moeten onze mensen opvoeden en zeggen van, kijk, wat heb je nodig in dat instituut? Maar voor die duidelijkheid, want ik hoor hier interessante dingen. Deze discussie is gevoerd met de mensen waarvan u zegt, noem ze geen kleine partijen. Klopt dat? Ja, met ik noem iedereen politieke partij. Ja. Politieke organisatie. Maar ik denk niet dat u de gesprekken gevoerd hebt met de VAP... En met de NDP en met de ABO. Want u zegt, nee. U zegt vooraf, ik werk niet met die 3. We kijken niet naar hun, nee. Ja, dus de gesprekken zijn gevoerd met... De buitenparlementaire partij. Dus met PALU, met HVB, met A20. Wie is er nog meer buitenparlementair? We hebben buitenparlementair, laat maar zien. SDU hebben we, de Nieuwe Leeuw hebben we. De Nieuwe Wind is er ook. We zijn ook bezig met een enkele parlementaire partij. Maar, weet je, en er zijn veel uitdagingen aan het systeem. Nee, even. Uh-huh. Dus, en geen van deze partijen zijn bereid om... Oh nee, dat is niet waar. Dus ik weet niet met wie je hebt gesproken. Ik ga je ook niet vragen. Eigenlijk maakt het me niet uit. Maar voor mij, we hebben wel partijen met wie we goede gesprekken aan het voeren zijn. Ja. En partijen die dus op die lijn zitten van Arquino. Die ook willen gaan voor de doorbraak. Dat mooi, maar als zijn bagage niet goed is, komt hij niet door. Daar heeft hij een andere plek voor hem. Ja, oké. Weet je, want voor iedereen is er plek. Daar moeten we ons niet in vergissen. Ons land heeft eigenlijk iedereen die zich met hart en ziel wil inzetten, nodig. Maar dat wil niet zeggen dat iedereen geschikt is om in DNA te zitten, of in districtsraad, of in resortraad. We moeten de right person on the right place zitten. Maar hoe komt het dat deze dingen die u zegt, als ik de lijn opengooi, hoor ik ze. Als je de apps leest, herken je ze. Mm-hmm. Dat is wat het volk wil. Precies. The right person on the right place. Ja. But at the end of the day, blijkt toch het... Dus dan moeten we naar onze marketing gaan kijken. Wat zei? We moeten naar onze marketing kijken. Want het is een stukje marketing, toch? Je moet de mensen moeten overtuigd zijn dat het kan. Wat ik vaak tegenkom, we staan ook vaak onder de markten, verschillende markten. Onder andere Sauna-markt hebben we een plek. Dan praat je met mensen, we zetten ons groot anticorruptiebord. En mensen komen en zeggen van, dat is wat moet gebeuren. Corruptie is het grootste kwaad van in dit land. Het moet bestreden worden. Zeggen we, ja, daar gaan wij voor. Wat is hun volgende reactie? Ja, maar ik denk niet dat het gaat lukken. Dus wij als Surinamers bevinden ons op een kruispunt op dit moment. We willen die verandering, maar we zijn niet overtuigd dat een push geven eraan succesvol gaat zijn. Toch? We zijn zo niet eens geconditioneerd, getraumatiseerd, doordat men steeds ons heeft voorgelogen en voor de gek gehouden, dat we denken van, al gaan we die push geven, ze gaan weer het niet doen. Dus, en dan willen we alvast bij de pakken neerzitten en zeggen, dan laat maar. Toch? En wij als partij zijn heel druk bezig om mensen te zeggen, doe dat niet. Geef het die push.
Toch? Want je moet, zolang je leeft en zolang je aan dit land verbonden voelt en met dit land ook voor de volgende generaties, moet je blijven pushen voor daar waar je in gelooft. Maar, dat zult u wel zeggen van, nou ja, je bekijkt het maar al, jongen. Dan hoef je dat niet te geloven. Maar, ik kan me voorstellen, gelet op de, er is een gap toch, DA 91, zie ik niet met NDP samenwerken. Toch? U zegt, we hebben ze gehad en zo. DA 91, VHP. Wanneer het moment daar is en de knikkers zijn binnen, hoor ik politieke mensen vaker zeggen, je kan pas jouw denken toepassen als je dus zit in de uitvoering. Ja, maar kijk, wij... Welke garantie hebben we dat DA 91 niet toch in een combinatie komt te zitten met de VAP of met de ABOP? Het punt, de garantie, dus wat daarom zeggen wij nu, we kijken niet eens meer echt naar partijen. Waar we naar kijken zijn die principes van bestuur waar wij voor willen gaan. Zaken die voor ons niet onderhandelbaar zijn, zoals we aangeven dat het één regeerprogramma moet zijn. Geen verkaveling van die overheid. Benoeming op basis van profielen die deskundigheid, integriteit, geen strafblad, etc. in zich meedragen. En dan zeggen we, wanneer je aan tafel gaat zitten, dus dan willen we eigenlijk niet eens meer partijen noemen. Want we zeggen, als een partij aan tafel met ons komt zitten en met ons overeenkomt dat datgene wat voor ons het zwaarst weegt, onder andere die corruptiebestrijding en weet je, die ontwikkeling die landelijk moet gaan, overal moet aangrijpen. En door die corruptiebestrijding effectief en efficiënt kan je dat daadwerkelijk wel vormgeven. Als je zo een partij aan tafel krijgt, misschien een partij van wie het niet eens zou verwachten, die zegt, ik teken af hierop. Dit is wat wij ook ingaan. Na die verkiezing. Toch? Als je dat hebt na die verkiezing, dat is wat wij stellen als ons, zeg maar, ons platform voor na die verkiezing voor een regering vormen. We gaan alleen een regering vormen met partijen die bereid zijn om deze zaken niet onderhandelbaar te maken. Toch? Als dat zo is, en dan zeg je van goed, dan gaan we voor, want we gaan voor die samenleving uiteindelijk. We gaan niet voor onszelf. We gaan ervoor dat we een samenleving krijgen waarin iedereen zijn recht gerespecteerd voelt. Waarin dieven en schurken geen ruimte hebben in het beleid. Toch? Waarin die transparantie alleen maar elke dag groter wordt. En waarin het beleid voorspelbaar is en eenduidig is voor iedereen. En waarin elke Surinamer carrière kan maken op basis van je inzet en je ontwikkeling die je voert tot jezelf. Ik heb het niet over 1000 titels, maar ik heb het over als je een talent hebt als timmerman en je werkt zodanig dat je steeds beter en beter wordt. Dan betekent het niet dat je die job niet gaat vinden bij Lanti of ergens, omdat Juna Famiri van man. Op basis van wat je bent de beste, jij gaat het vinden ongeacht waar je vandaan komt. Dus op die manier willen wij dat het land eruit gaat zien en partijen die daarop aftekenen, met die partij kunnen we aan tafel zitten, na die verkiezing. Toch? Daarom praat eigenlijk, bij ons in de partij hebben we gezegd, we praten over standaarden. Want we maken alles in dit land persoonlijk. We noemen namen van partijen, we zeggen NPS, DC, VHP, DATI, ABOB, NDP, DA91, DC. Laten we gaan beginnen te kijken naar de standaarden die men hanteert. En hoe men daar inhoud aan geeft. En op basis daarvan moeten we onze besluiten nemen. Ja, maar wat als, laat me u een moeilijke vraag stellen. Wat als DC Boutersen niet terugkomt als voorzitter van de NDP? Is de weg dan open voor jullie om met de NDP samen te werken? Maar waarom wil je per se de NDP? Kijk. Ik kom straks ook met de VAP. Luister, we hebben geen allergie voor de NDP. De NDP is een politieke organisatie in ons land. Maar je geeft precies aan, de NDP staat nu onder leiding van iemand die veroordeeld is. Ook nog gevlucht is voor zijn straf. Maar, en in de NDP zijn er mensen die ook verdacht worden van corruptie, corruptieve zaken. Dus, maar er zijn in de NDP ook hele sterke mensen, ook hele goede ideeën. Dus als het zo zou, en dat zeg ik altijd aan mensen, we moeten niet vergeten dat op een dag het kan zijn dat je samen met de NDP een regering vormt. Maar dat is niet de NDP van Boutersen. Het is de Nationaal Democratische Partij die aftekent op corruptiebestrijding, mensenrechtenbescherming, weet je, en dat soort zaken. En de JA 91 dus zegt van, dit zijn onze beginselen en we zijn akkoord met elkaar dat we het zonder probleem gaan uitvoeren.
Dan, dat moet kunnen. We zijn, kijk, uiteindelijk moeten politieke organisaties conform de wet zich gedragen, handelen en inzetten voor de ontwikkeling van dit land. En als partijprogramma's en beginselen en principes nageleefd worden en op elkaar aansluiten, dan ga je dat doen. Oké, terugkomend op die opmerking, want je zag, jullie zijn op Sauna-markt, want ik vraag me af, maar waar ligt het aan? Want ik zie u graag in het parlement, hoor. Voor de debatten. Ik denk dat u een goede job zou kunnen doen in de... Wat we nu hebben, vind ik niet... We moeten meer mensen daar hebben die een mannetje kunnen staan, toch? Maar het komt maar niet los. Is er een gap tussen DA91 en het volk? Is there something in between? Nou, kijk, ik denk dat DA91 een proces heeft doorgemaakt. Je weet, we zijn begonnen in 91. Toen hadden we 9 zetels. Toen hadden we de verrassing van de verkiezing. Met andere partijen. Het was een partijcombinatie. Dat is een van de dingen die voordelig is geweest. Maar op termijn bij wijziging van het kiesstelsel naar geen combinatievorming. Nadelig is geworden voor de partij. We hebben een prijs ervoor betaald. Want we hebben altijd in combinatie gewerkt. En net als je in een huishouden dan een soort taakverdeling hebt. Toch? Wij zorgen voor het programma, jullie zorgen voor de kernen. Dat is hoe dat ding werkte. Toch? Dus er was denk ik geen ervaring met het echte veldwerk en veldstructuren opbouwen. Want om een verkiezing te winnen moet je in het veld bekend zijn. Toch? En met het veld bekend zijn. Maar wij waren gewend aan die taakverdeling, net als in een huishouding. Dus in 2020, nu moet je alleen de verkiezing in. En je hebt die veldstructuren niet opgebouwd als zodanig. Je bent niet echt in het veld geweest onder de mensen. En eerlijkheidshalve, onze dus kandidaten... Een gap. Ja, er was een gap. Toch? Onze kandidaten waren brandnieuw. Die mensen die we in 2020 op de lijst hadden, waren brandnieuw politicians. Toch? Dus het waren mensen die nog niet eens echt een following voor zichzelf hadden opgebouwd. We hebben meegedaan en we hebben geleerd uit die verkiezing. En we zijn net wat dames, zei ik, we hebben onze deuren niet gesloten. We zijn doorgegaan. En dat and that's paying off now. Maar je hoort mensen nog steeds zeggen, nou een elite partij. Dat, een voorzitter van partij elite. Maar dus dat merk ik niet aan de mensen die binnenkomen bij ons. En weet je, ik denk dat dat iets is, net als hoe van alle partijen wordt iets gezegd, wordt iets erop geplakt. Toch? Het is een etiket dat geplakt wordt en dat... veelal herhaald wordt door mensen die zien dat er een groei nu te merken is en dat willen remmen. En dan mensen zeggen, zou je gozoeken dat nou een elite partij? Maar de vraag is, zou die kar elite? Want even naar Biggie Otto, de anno DA 91, laat ze kijken die auto waarin ik vandaag hier gekomen ben. Cool, de look festive aan kantoren voeren. Look aan kantoren voeren, maar morgen op 10 kantoren van herkonderen. Al die politieke partijen hebben kolossale centra, toch kolossale terreinen. Ze hebben meerdere centra in Suriname. Wij willen dat ook, want we willen dat iedereen in zijn buurt naar een centrum kan. Maar nog maar paar jaar zijn nodig. Toch? Dus wanneer je... Als je praat over elite en je kaar elite, maar zij stuka, zij zoek of doe deze lidfassie, dan zou ik zeggen dat je moest op moro elite schrijven. Want dat is wat we precies ontberen in dit land. Dat mensen een heleboel dingen doen zonder na te denken. Dat mensen die niet opgeleid zijn voor posities in posities gezet worden. Dus nee, DA90 is een partij voor de Surinamers. En we proberen steeds dichter bij die samenleving te komen. En ik moet zeggen, ik ben goed gestemd. We hadden afgelopen vrijdag die vergadering. En we hebben weer mensen van onze kadertrainingen, certificaten uitgereikt. En ik moet je zeggen, Cliff, het is een goed gezicht om te zien dat we jonge Surinamers hebben. En ze zijn een regenboog aan kleuren. Ja. Toch? En afkomst. En dat is wat we nodig hebben in onze land. Je was zelf ook de trekker in 2020, toch? Ja. Mm-hmm. Hebben jullie geëvalueerd en zegt die van... Arkina, 2020 hebben we die verkiezingen gehad, we zijn niet doorgekomen. Dit zijn de dingen die ik niet meer moet doen in de campagne 2025 om toch binnen te komen. Wat zou ik politiek moeten nalaten? Nou, 2020 hebben we geëvalueerd, ja. En
Maar het, waar we ook naar kijken nu, is dat we weer een heel ander systeem hebben. Dus er zijn een heleboel dingen die je niet meer zo kan doen. Nee. Dat is inderdaad ook zo. Toch? Je moet een heleboel dingen anders gaan doen. Want 2020, dan had je 10 districten, dan ga je naar dit district en dan praat je een beetje Surinami, in dat district praat je een beetje Javaans. Maar no, no, de, if je dat je Arabuskopu, je hebt een sofasie dat alles maar van herkondre Sabasani. Toch? En je kan nu niet meer zeggen van ja, we voeren flink campagne in Paramaribo zodat we een zetel hier halen. Je moet naar alle districten gaan. Maar dat is niet gunstiger voor jullie dus? In feite, aan de ene kant wel, ja. Het is gunstiger. Het is een bijzondere uitdaging natuurlijk om een programma zodanig, want we willen natuurlijk een apart programma vormgeven dat elke burger waar die ook woont iets voor zichzelf daarin herkent. Dus dat is een bijzondere uitdaging, maar we vinden het een mooie uitdaging. Maar je moet bijna alles anders gaan doen nu. Toch? Het gebruik van social media. Social media wordt heel veel geïnfiltreerd door, er zijn voor zover ik mij bekend zelf, organisaties die echt investeren om stoorzenders in te zetten. Dus dat mensen de hele dag op computers zitten en op je pages komen om uit te schelden of om allerlei dingen, leugens te verkondigen. Dus je moet ook daarmee bezig zijn. Maar social media blijft het middel voor ons als niet als partijen die geen bogo financiën hebben om onze boodschap te brengen. Ja. Dus we zijn ook daar wat dat betreft bezig om daar meer inhoud en meer sturing aan te geven dan de vorige keer. Dus dat zijn daadwerkelijk dingen. Weet je, je moet heel strategisch deze keer zijn. Je kan dingen niet op hun beloop laten, zeg wo shifa van waka. Je moet heel strategisch, je moet je doelen scherp stellen en je moet je fases goed uitzetten. Maar wat wilt u zelf? Komt u niet zeggen, ja, maar ik verlang te werken, en dat soort politieke antwoorden. Wat zijn de ambities van deze vrouw die hier zit? Wat ik zelf wil, en ik eerlijk open. Heel eerlijk open. Ik heb me, ik weet je, ik ben al bijna 30 jaar in de politiek en ik heb ontzettend veel geleerd en ik blijf leren in de politiek. En wat de politiek zo tot een passie voor mij maakt, is dat je nationaal en internationaal verschil voor je land kan maken. Weet je, als je één goed ding doet, kan je zo'n grote tsunami van verschil creëren, positief verschil voor de mensen. En dat is wat ik wil. Ik wil de ruimte krijgen, verwerven, om datgene wat ik altijd de mensen heb voorgehouden, om dat daadwerkelijk Tot uiting te brengen, tot bloei president, te brengen. President worden? President is een van de posities waarin dat ruimte biedt. Desalniettemin moet je wel een goed team hebben. Je moet niet president willen worden om president te zijn. Je moet president zijn met een goed programma en een goed team. Maar is Angelique in staat om dit gecompliceerde land te leiden? Ik denk dat ik daar wel inhoud aan kan geven. Net wat ik zeg, niet in mijn eentje. Maar ik heb wel de, zeg maar, vanuit wat ik met mezelf doe. Weet je, de uitdagingen waar ik voor sta. Nu bij een partij. Een partij die ik echt, weet je, kijk, als ik alleen maar kijk wat we met de partij hebben gedaan. Na 2015, na de verkiezingen in 2015, heb ik een partij overgenomen zonder zetels. Zonder geld. En de partij is niet doodgegaan. Integendeel bloeien we weer op. En als daartoe in staat ben geweest met het team van toen en het team dat ik nu heb. Dan, en met de steun die samenleving je geeft. Weet je, die passie, dat vuur van die passie wordt aangewakkerd door die samenleving. Dan zeg ik van, ik zou het zeker wel erop wagen als het aan mij gelegen wordt. Aan mij gegeven wordt om te doen. Om dit land een echte kans te geven. Want je hoort mensen niet vaker zeggen van een vrouw voor president. Ja, maar je moet dat profiel blijven hanteren. Mm-hmm. Kijk, ik ben zelf een vrouw en ik zeg ook van ja, het zou mooi zijn als Suriname een vrouw eindelijk aan het roer heeft. Ik denk ook dat vrouwen beschikken over bepaalde capaciteiten, krachten die bij mannen wat minder zijn. Dat hebben we genoeg vrouwen in de vijver van u? Er zijn nog niet zoveel. Hoeveel zijn er, denkt u? Weet je, als je nu zou kijken, dan zie je misschien 3-4 vrouwen die echt ook die politieke zweepslagen kennen. En met u komen we dus op 4. Ja, dan kom je op 4 zo. Weet je, dus er zijn wie nog zijn niet de andere veel. Drie bij, ja? Nou, je hebt dingen. Je hebt Ednel.
toch? Patricia Etnel. Je hebt Patricia Etnel. Je hebt mevrouw Simons. Jenny Simons. En wie is die vierde? U bent er één van, zegt u. Wie is die laatste volgens u? Dus dat moet ik even nadenken. Ik had zo net een naam, maar nu weet ik het niet precies meer. Jennifer van Dijk Silos. Maar zij heeft geen belangstelling, zegt ze. Mm-hmm. Maar zij is ook wel stabiel. Dus weet je, kijk, één aspect dat je moet hebben, denk ik, als president van dit land, is dat je moet staan voor iets. Mm-hmm. En ik denk, die vrouwen staan wel voor iets. Als je nou eens bent waar ze voor staan of niet, dat is not the point. Maar ze staan en ze kunnen hun mannetje staan, hun vrouwtje staan, om het zo te zeggen. Ja, ja. Dus dat moet je hebben. En ze zijn opgewassen tegen kritiek en harde woorden van anderen. Dat moet je ook kunnen hebben. Dus dat, maar wat voor ons belangrijk is dat we een president hebben die behalve dat te kunnen, ook visie heeft. En ook daadkracht heeft. En ook in staat is deuren te openen in de wereld voor ons. En dat land haar eer en waardigheid te beschermen en te herstellen waar nodig. Dat is wat we nodig hebben. En iemand die weet je, onbevreesd consequenties verbindt aan handelen en het team in lijn houdt. Toch? Volledig. Geen verkaveling. Toch? Dus we moeten dus dat profiel hanteren. Iemand die jonge mensen inspireert om in de voetsporen te volgen. Die weet je, oude van dagen of middle-aged people het gevoel geeft van hey, ik ga een goede toekomst tegemoet met deze persoon. Mijn kinderen gaan een goede toekomst hebben als ze zijn zoals deze persoon. En die respect afdwingt in de wereld. Ja, dus dat niet iemand die wanneer men zegt oh, waar is die hoed? Waar is die bedelhoed? Want ze komen bedelen. Hmm. Weet je, het moet... Nee, we moeten dat profiel hanteren, willen we die doorbraak plegen. En dan als het een vrouw is, des te beter. Toch? Want plegen we een dubbele doorbraak. Maar als het geen vrouw is, maar wel een heel goede president. Het gaat om Suriname. Ja, want die vrouw kan ook als VP dienen, toch? Dat mag, maar ze moet niet als VP dienen omdat ze een vrouw is. Mm. Daar gaat het om, toch? De beste kandidaat moet president zijn. De beste kandidaat voor het presidentschap moet president zijn. En dan de next best. Die is vicepresident, die is dan goed in het leiden van het ministersteam. Ja, de manier waarop dat land nu bestuurd wordt. Je hoort ook vaker dat men zegt, maar hoe vorm je dan een regering met die partij die dus nu in het beleid zitten? Ja, een terechte opmerking, toch? De opdracht is, naar de samenleving, Cliff, dat ze zorgen dat die partijen geen meerderheidszetels meer krijgen. Mm-hmm. Wil je verandering? Dat zeg ik ook aan mensen. Wanneer mensen me zeggen, ja, maar als die AI niet een zetel, één of twee zetels haalt, dan is het ook alvast mooi. Ik zeg, kijk, men heeft ons geleerd, want zijn die dingen waar je mee wordt opgevoed. Wees tevreden met je lot, al dat soort dingen. Toch? Mm-hmm. Ik zeg, maar wat ik u ga zeggen, is dat wanneer die AI maar één of twee zetels van u krijgt, dan gaat u nog veel van ons horen. Misschien zijn we dan op parlementair niveau. Maar dat groot verschil gaan we niet kunnen maken. Die doorbraak gaat niet komen. U gaat nog steeds kapot doodgegooid worden met dat beleid dat u niet wil. Want u hebt nog steeds in meerderheid daarvoor weer gestemd. Dus de samenleving moet nou die tipping point bereiken. Toch? En massaal niet meer stemmen voor wat ze niet willen. Dat is de opdracht. En niet ingeven, niet allerlei excuses, want er komen mensen en zeggen tegen me van, ja, maar wie zegt dat de eentje het gaat halen? Ik zeg, luister, wanneer je gaat stemmen voor VHP, toch, of voor NDP, wie zegt dat ze het gaan halen? Want misschien hebben heel veel mensen zich ook bedacht, toch? Ze zaten misschien wel op die vergadering, waren wel op dat feestje, maar ze hebben andere ideeën in hun hoofd, dus je weet het toch niet. Dus je moet stemmen voor wat je wil. Want als je steeds gaat afvragen, ja, maar als, dan ga je nooit eruit komen. Toch? Het is net als iemand die in zijn huis zit en hij moet oversteken om bij de Chinees te gaan. Dan ga je zeggen, ja, maar wat als ik oversteek en een auto slaat me? Ja, maar wat als... Je moet naar die Chinees, daar ben je naartoe. Dan ga je dat risico moeten nemen. Maar welke garantie hebben we? Dat land is zo vastgelopen. Dat land is zo vastgelopen. Echt. Zo is mijn hormie idee. En dat is precies je garantie. Het is zo vastgelopen... Ja, maar je moet met echte oplossingsmodellen komen om ons uit die blubber te halen. Precies, en de eerste oplossing is
dat je deze mensen niet terugbrengt. Niet van een regen en een orkaan. Dat willen we toch ook niet. Misschien wil je een orkaan om schoon schip te maken. Dat alles wordt weggeblazen. Want Sibibusi, wat we nodig hebben is een echte Sibibusi in ons land. Voor klimaatpressie. Om al dat corrupte, weet je, ik wilde bijna een woord gebruiken dat waarschijnlijk niet media netjes is. Toch? Maar om al dat corrupte weg te spoelen, dat is wat we nodig hebben. En dat is dat die samenleving hun stemmen. Moet een orkaan zijn van schoonmaak. Weg ermee. We hebben het gehad. Dat is de eerste stap die gezegd moet worden. Want als je dat niet doet, dan heb je 100% garantie dat je even hard, even verder doorgaat. Nee, maar je kan, dat wat je zegt is wegstemmen. Je moet, dat is één aspect. Nee, wat u zegt is tegenstemmen. En één aspect want van je, is... Want je moet temmen, dit is your first burden. De tegenstemmen is iets anders. De tegenstemmen was tussen de hoofdprijshouders. Elke keer hebben we ander, dan was het de NDP, dan was het Nieuw Front, dan was het NDP, dan was het Nieuw Front. Dus dan gaan we van links naar rechts springen. Toch? Dus nu willen we van VHP af, dan gaan we weer naar de NDP, dan willen we van NDP af, dan gaan we weer naar de... Nee, dat is wat je moet doorbreken als eerste. Je moet dat niet meer doen. Je moet stemmen voor wat je wil. Ja, oké, dus eigenlijk wil ik het goed begrijpen. Eigenlijk zou je, voordat je tegen die vrouw zegt van bedankt, ik wil een andere vrouw, moet je toch eerst weten dat die andere vrouw beter is. Je gaat natuurlijk zeggen van, wat wil ik niet meer? Wat heeft deze vrouw dat ik niet meer wil? Zie ik het bij die andere, dan wil ik die ook niet. Toch? Maar ik wil deze sowieso niet, dus ik ga niet bij deze blijven. Alleen om te wachten, Timmy vindt wantrouwende intussen. Nee, dat kunnen we ons niet permitteren. Toch? Dus je gaat moeten zeggen, die ander die daar langs loopt, waar ik eerder niet naar gekeken heb, ik merk dat die beschaafd praat bijvoorbeeld. Ik zie er niet elke dag met sigaretten lopen. Ik zie er niet bij die drugsjongens om de hoek zaken doen. Oké, dus ze heeft een aantal dingen die me al goed zitten. Ik ga in die boot. En dan moet jij weten dat in die boot zitten is niet achterover zitten en dan zie je maar wat gebeurt. Want dat is geen democratie. Je moet kritisch blijven. Je moet blijven kijken van dit is toegezegd. Wat doen ze ermee? Toch? Ja, maar bent u bereid? Ik ben mediaman, toch? Bent u bereid om te zeggen voor die verkiezingen, ik teken desnoods een stuk waarbij ik zeg... Zoals die man dat van, hoe heet die man? Alfaisi, no? Steven Alfaisi. Die zegt, al mijn bezittingen. Ik noteer alles. Dat is bij ons. Bij de notaris. Dat is bij ons. Maar bent u, is die al 91 en ik moet volgens mij deze vraag aan alle politieke partijen stellen. Zeggen jullie toe, niet alleen met woorden, maar middels een schriftelijke verklaring of weet ik veel, whatever, dat jullie de muilkorf wilden schrappen uit het wetboek gezegd. Van strafrecht. Dat zijn vaste dingen voor ons. Het staat ook in ons programma, denk ik, van 2020, zwart op wit. Toch, die muilkorfwetgeving, die moet gewoon weg. Het is niet van deze tijd meer. Toch, dus, en dat stuk van bezit en belang, dat hebben wij ook steeds aangegeven. We hebben alleen aangegeven van, kijk, hij heeft het alleen gedaan, niemand anders van zijn partij. Dus wij zeggen, alle kandidaten moeten dat op schrift vastleggen. En het moment dat ze gekozen zijn, wordt het conform de wet dan ook geregistreerd. Niet wat we nu hebben, dat het tot heden niet geregistreerd is van ook deze regering. Toch? Want men legt het van tevoren vast. Waarom? Kijk, je moet ook rekening houden met mensen. Mensen zijn kandidaat. Als kandidaat kan je niet al hun dingen op straat zetten nog. Toch? En dan worden ze niet gekozen. En dat alles maar sap de heer Tori. Dus je moet zeggen van... Het moment dat je kandidaat wordt vastleggen, de partij eist dat het wordt vastgelegd. En het moment dat binnenkomt, deze man of vrouw is gekozen, wordt het gepubliceerd en geregistreerd. Zoals het hoort volgens onze wet. Zodat wij niet een partij worden die achterloopt en het wordt niet gedaan. Ja. Dat je aan de wet houdt en dat mensen kunnen verifiëren van die man is begonnen met een kleine VW en nu aan het eind van die rit... Heeft hij niet gewoon een datsoen gekocht? Nee, hij heeft 4 trucks, 5 vliegtuigen. Als dat niet klopt. Ja, ja. Oké, heel erg interessant, maar toch geen garantie. Garanties. Garanties zijn er. Want Angelique, de enige garantie bij jijzelf. Ja, want Angelique die hier een prachtig verhaal presenteert waar mensen zich in terug kunnen vinden.
kan als de bladeren der bomen veranderen als ze eenmaal op die stoel zit. Dat zou ik al lang veranderd zijn, Cliff. Nee, maar u bent nooit op die stoel terechtgekomen. Maar dan was ik veranderd om op die stoel te komen. Laten we gewoon naar onze politiek kijken. Laten we kijken naar al die politici die elke keer een nieuw huis hebben. Toch? Alleen omdat ze hopen dat ze via dat huis snel op die stoel kunnen komen. En dan komen ze, of ze komen op die stoel. Wat bedoel je met nieuw huis? Dat is een nieuwe partij? Nieuwe partij of andere partij. De draaideur politici, zoals ik ze noem. Toch? Vandaag zijn ze geel, morgen zijn ze zwart, overmorgen zijn ze paars. Ze zijn elke keer elders. Toch? En waarom zijn ze elders? Niet omdat ze voor Suriname niets konden doen, maar omdat ze voor zichzelf nog niet hebben gevonden wat ze willen hebben. Ik ben al 30 jaar in de politiek, Cliff. Ik ben begonnen als jong meisje. Ik was een Vincholis. Toch? Verleden zei iemand me nog. Toch? Ik was echt een Vincholis. En ik ben in de politiek gegaan om een ideaal te verwezenlijken. En ik ben niet van partij naar partij. En ik kan je zeggen, het is me aangeboden. Het is niet dat me niet is aangeboden. Ook de vorige verkiezing, toch? Heeft onder andere een van de partijen die nu de regering uitmaakt. Aan mij aangeboden, ik kom op de lijst en dat, we regelen voor jou een plek. Ik zeg, het gaat niet om mij. Het gaat om het gedachtegoed van onze partij, van integere politiek, oprecht bezig zijn, die samenleving dienen. Als ik een plaats voor mezelf wilde, was ik allang in het parlement gekomen. Dat ik ergens een plek gezocht. Maar daar gaat het niet om, Cliff. Het gaat erom dat we dit land en de burgers. Ik ga het gelukkig zijn wanneer de burgers opstaan in de ochtend en zeggen, werkelijk akang. Unkan kenkisani, Michino. Werkelijk kan die stem veranderen. Dat wil ik hebben. In plaats van wat ik nu hoor als ik op straat ga. Dat mensen zeggen, sana wartif mi sting. Met Jim Sting dat de my lady Jimmy de my hoor maspotu. Dat wil ik omgooien. Dat is mijn payback. En dan maakt het niet uit als ik daar zit of niet. Maar dat die samenleving dat beleeft. Omdat dat aan de basis is van die nieuwe republiek. Maar er wordt gezegd, laten we niet. Ja. Vind me maar een kletsmajoor. Ik maak me niet druk met je kletsmajoor. Mensen zeggen van, geen tijd om te gaan experimenteren. Maar wij experimenteren. Je moet daar op de stoel zetten, someone with enough experience. Maar niet in stelen, toch? Niet in stelen, sowieso niet. Want precies. De huidige president heeft zoveel beloofd, hoe hij dat land gelijk zou richten, en het is uitgebleven en hij wordt nu overal uitgejouwd. Ook al zou hij volgens mij naar een crash gaan, zouden de kinderen hem uitjouwen, toch? Zo teleurgesteld is men. Blijkbaar doet hij een slechte job vanwege het feit dat hij die deskundigheid. Je moet toch wel het klappen van de zweep kennen, toch? Maar je moet het ook willen. Welke ervaring heeft Angelique om haar tot president te maken? Maar niet alleen Angelique gaat het doen. Maar in dit geval wil ik over Angelique praten, want ze heeft ambities. Wel, laat me zeggen, ik heb mijn opleiding natuurlijk. Ik heb voldoende opleiding. Ik heb internationaal gewerkt, toch? Niet alleen voor Suriname als ambassadeur, et cetera. Oh ja, een keer zei iemand, je moet er vragen wat de track record is als ambassadeur. Wat heeft ze gedaan? Wat heeft ze geleverd? Waar zat u in? In Jakarta. Indonesië. Ja. Ja, toch? Mm. Ja, dus ik heb als ambassadeur een heleboel, voor Suriname een heleboel deuren opengemaakt. Dat er, weet je, ik heb daar allerlei dingen begonnen, weet je, organiseren, bekendheid geven aan ons land, aan de mogelijkheden die ons land biedt, met de gebrekkige middelen die we ter beschikking hebben. Want ik kan je zeggen, Cliff, het is als wij werden uitgenodigd om ergens een presentatie te doen over Suriname, dan kwamen we met statistieken van 5 jaar terug. En dan stond ik in het gezelschap van de VS en Canada en misschien Argentinië met statistieken van gisteren. Dus, maar desondanks, we hebben nimmer opgegeven. En we hebben die creativiteit ingezet en steeds Suriname uitgedragen in Indonesië. In dat klein stukje dat mij toebedeeld was. We hebben ook aangetoond dat je nog steeds rapportage kan doen naar BUSA van de dienstreizen. En dat follow-up project, weet je, dat er follow-up gegeven wordt. Dat is uiteindelijk gebleken dat er stedenband hier is gekomen tussen Kommerwijnen en Jogja. Een aantal dingen. Maar als ambassadeur heb je maar een klein gedeelte voor jou ter jouw beschikking om te doen. Maar desondanks heb ik buiten de grenzen van Indonesië, Suriname vertegenwoordigd, zonder ondersteuning van de regering hier. Dat kan ik zeggen. Die regering ondersteunde ons niet om dat te doen. Het was ook toen een neems en weet je, een soort ding van hegemonie van het ministerie, was van de NPS, et cetera. En dat heeft mij niet gestopt. Toch heb ik Suriname vertegenwoordigd in Singapore. Ik ging op mijn eigen kosten naar Singapore
om dingen van om Suriname te laten participeren in festivals, in conferenties. Want de mensen nodigden me uit, omdat ik overal waar Suriname werd gevraagd in Indonesië, toonde ik mijn gezicht. Niets hield me tegen om dat te gaan doen. En dat is een van de dingen die ik onder andere heb. Als ik mijn mind op iets zet en ik zeg Suriname moet daar goed voor de dag komen, dan doe ik alles op alles. Dan moet ik mijn eigen dingen inzetten. En het begon, weet je, het moment dat men je volkslied speelt bij de beëdiging als ambassadeur, voor mij tenminste was dat het moment. Hier had ik al gemerkt toen Venetiaan me natuurlijk de eed afnam. Maar toen ik daar was en met president Judo Yono me zou ontvangen en hun militaire kapel speelde ons volkslied. Ik weet niet hoe andere ambassadeurs dat hebben ervaren, maar voor mij, op dat moment voelde ik die verantwoordelijkheid volledig op mijn schouders. Zeg, ik ben niet ik meer. Ik sta voor Suriname en wat ik doe reflecteert op Suriname. En dus moet ik zorgen dat ik niets doe dat negatief reflecteert naar mijn land. En dat heeft me nooit meer losgelaten. Bij alles wat ik deed, dacht ik elke keer van, hoe gaat dit land? En dat is, ik denk, een heel belangrijk attribuut om te hebben, om te weten dat dit land, je kan het land niet inzetten voor je eigen belang. Je moet jezelf ondergeschikt maken aan het belang van het land. Ik ben nooit naar Suriname teruggekomen als ambassadeur op kosten van de staat. Ze hebben nooit voor mij betaald om naar hier te komen. Ik kwam zelf en dan riep Busa me op om verslag te komen doen over wat er daar gebeurt. Zo deden ze dat. Toch? Voor anderen werd betaald om naar hier te komen. Voor conferentie. Voor mij is nooit betaald. Ik kwam zelf naar hier. Daarnaast, ik heb doorgestudeerd in de diplomatie omdat ik mijn job nog beter wilde doen. Ik heb het zelf betaald. Er was gezegd dat er betaald zou worden voor ons het verder studeren. Er is geen cent, er was niets. Ze hebben gewoon gezegd, er is geen geld daarvoor. Maar ik heb het betaald, want ik zeg, we moeten een goede job doen daar zo. Dus, en dat zijn zaken die ik in me heb. Bovendien, ik ben opgevoed met een gevoel van, dat je er niets aan hebt om voor jezelf alles te vergaren en de rest heeft niets. Zorg dat iedereen heeft. Dan voel je jezelf beter. Vertelt u wat meer over, want eigenlijk zouden we de mensen die we nu moeten kiezen, je moet ze gewoon zetten op een tafel en ze doorsnijden en kijken met zoekliggen al. Wie ze zijn. Wie zijn die mensen? Wie is deze vrouw? Ja, dat moet je eigenlijk voor alle DNA leden. Ja, wie is deze vrouw die hier zit? Waar woont u? Vertelt u wat meer over het, zodat we wat meer, want ik ken u alleen maar van interviews en zo. Ja. U komt aangereden, maar wie bent u precies? Wel, ik ben de oudste van 7. Zeven? Ja. Ik heb nog 6 broertjes en zusjes. En ik ben de oudste. En wat dat betreft heb ik altijd meer verantwoordelijkheid dan... Zo ben ik opgevoed, toch? Ik moest delen met die anderen. Ik moest lief zijn voor die anderen. En ik moest verantwoordelijk zijn voor die anderen. Mijn moeder, mijn ouders zijn gescheiden toen ik nog vrij jong was. Ik was 5 jaar volgens mij. En mijn moeder bleef doorstuderen. Dat is ook mijn voorbeeld geweest. Maar dan bleef ik thuis met mijn zusjes en broertje. En dan moest ik met ze bezig zijn tot mama weer thuis komt 's avonds. Maar we moesten ook ons huiswerk maken. Er was geen ruimte om kattenkwaad uit te halen. Thuis blijven, huiswerk maken. Dus zo zijn wij opgevoed. Met mijn vader was er wel een goede band. En mijn vader was, hij is er nu niet meer. Maar mijn vader was iemand, echt noem het maar prietpanje. Weet je, hij zei altijd, heeft niets met niemand te maken. Niemand geeft hem te eten. Dat was een typisch ding dat hij zei. Dat was meneer Del Castillo. Ja, en dat heb ik echt van hem overgenomen. Van als je voor iets staat, al sta je alleen. Als je weet dat het goed is, zeg je het. Mm-hmm. Toch? En hij kon soms zo'n grote mond hebben over als mensen hem kwaad hadden gedaan. Maar als iets die persoon overkwam, vooral kinderen, was hij helemaal... Weet je, was hij alles vergeten. Je moet, weet je, je helpt anderen. En... Ook geleerd vanuit mijn moeder, maar ook vanuit mijn vader. Als je iets doet, zorg dat je de beste bent. Je hoeft niet, dus de beste voor jou. Je geeft alles uit jezelf. Toch? Ga niet half-half doen. En als iemand je betaalt om iets te doen, doe geen half werk. Dat zeg je, dat sang. Toch? Die mensen rekenen op je. Je moet doen, je moet het beste geven. Dus van huis uit ben ik opgebracht met een zekere eenvoud. Maar ook met... Als je het kan permitteren, een keer om iets leuks te doen. Welke omgeving waren jullie? Dan moet je het voor jezelf doen. Dus we hebben verschillende gebieden gewoond, maar vooral in Paramaribo Zuid. Mm-hmm. En ik heb ook op Flora project gewoond. Ik weet nog, er was ooit... Samsa? Daar staat mijn ouderlijk huis. Flora. Serieus? Ja. Hmm. Waar van Flora? In de buurt van Duisburglanden. Serieus? Ja, mensen kennen me niet, Cliff. Echt, mensen kennen me niet.
Toch? Dus ik ben daar opgegroeid. Ik liep gewoon door het project. Ik liep naar school. Want mijn moeder, weet je, we hadden fiets. Maar later was mijn moeder een beetje bang voor het verkeer. Dus dan moest ze op bussen. Maar Cliff, je gaat op een lijn 8 wachten. Je staat een uur. In 3 kwartier ben ik op school als ik loop. Dus dan lopen we naar school. Zo zijn we grootgebracht. Dus, en ik ben dus daar, grootste van mijn jeugd heb ik dus daar doorgebracht. En ik ging niet aan mijn moeder mee. En niet meisjes zoals ze het... Waarom zeg ik, mensen kennen ons niet. Mm. Mensen weten niet wie ik ben. En ooit was er een vakbondsleider, die had ook iets in de krant geschreven. Toen heb ik hem geantwoord en hem gezegd waar ik woon. Toch? Ik zeg, ik woon op Flora Project. Ik moet me niet afschilderen alsof ik uit een van de villa's van de Broekepondolaan kom. Mm. Dus dat is niet waar. Dus, maar we hebben altijd geleerd om hard te werken en om eerlijk te zijn en om geen bigai te hebben. Toch? Tevreden te zijn met wat je hebt. En dat vind ik een heel belangrijk. Want aan de basis van corruptie is bigai. Is dat in je inanovo, je moet steeds meer hebben. Wat je moet hebben is jezelf. Je moet trots zijn op jezelf voor wie je bent. En dan heb je geen bezit nodig voor sorry naar Sumanayu. Want dat bezit ben jij niet. Toch? Dus dat is iets dat bij ons heel sterk is gemaakt. En ook vooral, ik zeg altijd, ik ben dankbaar geweest dat we op Flora zijn gaan wonen. Omdat je toen ook hebt ervaren dat er waren mensen in de vriendenkring die toen zeiden, nee, daar kom ik niet op, want ik kom niet in dat soort buurten. En dat heeft mij juist sterker gemaakt toen om te zeggen van, een mens wordt niet bepaald wie je bent door waar je vandaan komt. Toch? Het is wat je presteert en hoe je inborst is, die je maakt tot een goed mens. Of een slecht mens. Toch? Waar je wie gestaan heeft, bepaalt niet hoe je bent als mens. En weet je, dus. En daarom zeg ik altijd aan mijn moeder, want mijn moeder vond het aan de ene kant erg, want ze zei ja, sommige vrienden en vriendinnen van je wil. Ik zei, ik vind het helemaal niet erg. Want na sofa zie je leersapsma. En ik vind het heel goed. Ik vind het ontzettend goed dat we dat hebben gedaan. En ja, nadien, we hebben gestudeerd. Ik ben naar de universiteit hier gegaan. Ik zou eigenlijk naar Holland gaan om te studeren. Ik wilde eigenlijk eerst voedseltechnoloog en later chemisch technoloog worden. Ik wilde in de olievelden in Saoedi-Arabië gaan werken. Om veel geld te verdienen en dan terug te komen en dat groot huis te bouwen, et cetera. Maar dat ging niet door. Want ja, ik had geen opvang in Nederland uiteindelijk. Ben ik hier naar de universiteit. Kijk, Cliff, ik ben iemand die altijd zegt, ik werk met wat ik ter beschikking heb. Ik heb mijn moeder gezegd, het is een universiteit hier. Dan ga ik hier. Wat is mijn basis, wat me fascineert? Chemie. Toch? Ik hield van chemie. Mm. En ik ben dus toen hier op de universiteit gegaan. En ik heb daar agrarische productie gedaan. En ik heb ontzettend genoten van mijn studie doen. En het heeft me niet geremd. Ik wilde levensmiddeltechnologie doen, toch? Nou, op de universiteit heb ik onderzoek gedaan naar yoghurt maken uit verschillende melksoorten. Brood bakken uit verschillende meelsoorten. Dus ik heb altijd steeds weer ontdekt dat je passie kan je terugbrengen in wat je beschikbaar hebt. En je kan toch dat verschil maken. Dus ik heb hier toen gestudeerd. En ik was later, een moment was ik ook ingeloot op de medische faculteit. Want mijn vader zat achter me. Ja, waarom ga je niet medisch? Je weet, het status, Sunny. Ik heb me opgegeven, ik ben ingeloot. Maar toen zeiden ze meer, ja, je mag geen 2 studies naast elkaar doen. Dus daar heb ik afstand genomen. Want ik was al bijna in mijn afstudeerfase van agrarisch. Dan heb ik agrarisch afgerund. En na de agrarische ben ik gaan werken. Grappig, ik ben toen gaan werken bij Kersten als human resource manager. Dus ik zei aan die mensen, ik ben opgeleid om dieren te managen. Nu moet ik mensen managen. Dat is, maar het was fantastisch om bij Kersten Bakkerij heb ik toen gewerkt. En na Kersten Bakkerij heb ik gewerkt bij Projecta als consultant. Bij Ganga? Nee, het was toen nog niet Asset. Oh, ja, het was ja. Fantastisch. Mm-hmm. En daar kwam mijn passie naar boven van trainen. Kijk, ik kom uit een familie van onderwijzers. Eigenlijk van mijn moeders kant, Simons. Mijn moeder is onderwijzer. De vader, ja, de vader was ook onderwijzer. Mm-hmm. We hebben leven met Jenny. Mijn moeder is ergens geparenteerd aan Jenny. Ja. Ergens zijn het broers of neven. Dus volgens mij, mijn grootvader, zijn neef, volgens mij moet Jenny der vader, grootvader of zo. Zoiets is er. Dus, en zo kwam mijn passie naar boven van lesgeven. Ik vind niet traditioneel lesgeven als een onderwijzeres, maar training. Dus dat toen heb ik dat gedaan. En nadien heb ik gewerkt voor een oliebedrijf dat hier was in Saramaka. Dus ik woonde buiten Paramaribo en ging naar de olievelden, et cetera. En ja, en vervolgens, ik was ook in de politiek. Ik ben toegetreden tot de politiek in 90. Ik ben voor het eerst gaan stemmen in 87.
toen hadden we allemaal Nieuw Front gestemd. In 87 was je al 18? Ja, in 87. Laat me zien, 87 was ik 18. Ik was, ja. En toen ben ik gaan stemmen. En toen was ik diep teleurgesteld, want met een telefoontje de Malongwe. En ik hoor eentje nog zeggen, terwijl het parlement uitgaat, liever levende held, liever levende lafaard dan dode held. En ik denk mezelf, mijn god, zijn wij daarvoor op straat gegaan? Toch, want we waren als jongeren op straat gegaan, geen brood, geen school, alles soort zani. En toen Cliff, en daarom kan ik me vaak voorstellen wanneer mensen zeggen, ja, als ik zo teleurgesteld ben, wil ik niet meer gaan stemmen. Ik kan me dat voor een moment voorstellen. Want ik was toen nog jong en ik had me toch al voorgenomen van, ik ben klaar, want op deze lafaard stem ik niet meer. Want je moet geen leider willen zijn, alleen wanneer de tijden goed zijn. Juist wanneer het gevaar daar is, moet je je leider tonen. En dat hebben we heel erg moeten ontberen als Surinamers. Dus, maar toen werd Alternatief Forum opgericht en dat was voor mij een grote inspiratie. Een van de oprichters was, die erbij was Van Ravenswaai. En hij was mijn docent. Ik was toen op de universiteit. En ik ben de volgende dag naar hem gegaan. En ik heb hem gezegd, meneer Van Ravenswaai, ik meld me hierbij aan. Ik ga wel naar de stembus gaan. En ik wil uw partij actief joinen. Ik ga niet langs de kant leen staan. En toen heeft hij gezegd, nou dat komt goed. Dan ben jij vanaf nu jongere. Want jij bent dan de jongste in onze ploeg. Want het was nog een kleine ploeg. Dus toen begonnen we in ons erf te vergaan. En zo ben ik in die politiek gekomen. Maar met die passie. En dat is wat bij mij echt altijd is. Van, je moet leider zijn, vooral in de moeilijke tijden. Daarom zeg ik, toen ik die partij overnam in 2015, hadden we niets. Maar voor mij is dat juist de uitdaging die ik wil hebben. Maar hoe plaats je dat diezelfde vraag was waar je nu naar de NPS is? Ja, dat is natuurlijk jammer. Dat is natuurlijk jammer om te zien. Maar dat heeft ons niet mogen remmen. Dat is hoe hij voor zichzelf kiest. Hij zal moeten verklaren waarom hij dat doet. Wij niet. Wij houden vast. Ik heb de partij ook overgenomen. Omdat ik vond dat we waren afgedwaald van onze principes. En van onze waarden. Dat we te veel water in onze wijn hadden gedaan. En ik heb het teruggebracht naar waar we moeten zijn. En ik kan met trots zeggen dat de mensen die nu met ons staan. Niets willen horen van het aanlengen van de belangrijkste principes van ons als partij. Wanneer ik praat over concessies doen, kan ik niet gaan praten over concessies doen op basis van bijvoorbeeld strafblad of op basis van corruptief gedrag. Mensen zijn. Ik heb voor mezelf bijna een probleem gecreëerd. Mijn eigen bestuur zei, nee maar voorzitter, daar kunnen we niet. Weet je, het idealisme is zo groot geworden in de partij. En dat is wat ik wilde hebben eigenlijk. Daarom heb ik het overgenomen. Maar goed, dus over mezelf vertellend. Ik heb nadien, ben ik dus in de partij actief gebleven. Ik heb ook voor Peace Corps gewerkt als associate director programming. Wat me heel veel ruimte gaf om in ons binnenland bezig te zijn. Ik vind het een van de mooiste tijden van mijn werkleven. Omdat ik heb tot aan onze zuidgrens gezien. Veel Surinamers ontberen dat. Ze kunnen niet betalen om daar te komen. En je moet het zien zodat het in gaat leven, die potentie van ons land. Weet je, Cliff, als ik op die weg soms was, was soms van de week 3-4 nachten in het binnenland. Elke vakantie gingen mensen naar het binnenland en zei ik ze nee, voor mij is het nu vakantie in de stad. Want ik ben door het jaar heen, slaap ik bijna elke dag in het binnenland. In die verschillende dorpen, boven Suriname, Stuwmeer, weet je, overal Palumeu, Apetina. Dus ik heb, maar wanneer je dat doet, dan het is bijna niet onder woorden te brengen. Je voelt die geest van dat land, toch? En je voelt die potentie van dat land, die roept. Weet je, om gehoord te worden. En dat heb ik zo vaak toen ervaren. En ik denk dat dat ook heeft bijgedragen aan mijn passie in de politiek. In die doorbraak brengen. En desnoods kom je niet in het parlement als je die doorbraak niet kan brengen. Maar je wil het alleen hebben wanneer je die doorbraak kan brengen. Dus nadat ik voor Peace Corps heb gewerkt, toen was de partij in de regering. Gingen ze meedoen in 2005. En toen moesten ze twee posities mochten ze invullen. Eén in Brussel, dacht ik, ambassaderaad. En één in Jakarta, ambassadeur. En ik vergeet die vergadering nooit. Ik zou eigenlijk niet naar die vergadering gaan. Want ik werd een beetje spuugzat dat op die vergaderingen. Ik weet niet hoe de andere politieke partijen gaan, maar ik heb begrepen. Minstens even erg. Wanneer regeringen wat partijen in regering zijn, mensen komen met cv's naar bestuursvergadering. Alsof je daarover moet gaan vergaderen. Iedereen zoekt een job. Dus ik had er niet zoveel zin in. Maar ik ben toch gegaan en toen werd aangegeven van ja, er zijn twee serieuze posities.
En als er mensen zijn die belangstelling hebben. En ze hadden eigenlijk gedacht dat ik voor België zou gaan, want je weet alles maar qua Holland. Mm. En ik zei eigenlijk niets. Ik keek alleen en toen aan het eind, toen zei een van de hoofdbestuursleden zei tegen me, als je bent niet geïnteresseerd om een van die diplomatieke functies te doen, want je werkt toch al bij Peace Corps, et cetera. Dan heb ik gezegd van ja, maar ik ben gereed om leiding te geven. Ik wil dan naar Jakarta. En dat hadden ze niet verwacht. Dat ik naar Jakarta. Ik zeg, zo ver en zo. Ik zeg, ja, het gaat, daar ben ik niet bevreesd voor. Maar ik wil leiding geven. Ik ga niet onder een ander ambassadeur gaan functioneren. Dat niveau heb ik al gepasseerd. En zo ben ik dus in die running gegaan daarvoor. Met de nodige aanwijzingen ook van mensen vanuit Busa. Want ik weet nog, ik deed een interview. Weet je veel oefenen. En toen belde iemand van Busa, maar ze is dat hier een heel goede vriendin van me geworden natuurlijk. En ze zei me, Angelique, mevrouw Castillo, die voorzitter van u weet niets van de buitenlandse dienst. Daarom heeft hij u niet kunnen zeggen wat u wel of niet mag doen. Maar u mag nog geen interviews doen. U bent er nog geen agreement gehad. Mm. En ik zei tegen mij, maar zo ben ik. Ik ben niet boos op haar geworden. Ik heb haar gezegd, nee, ik ben blij dat u me dat zegt. Dan zal ik daarop letten. En ze is een van mijn beste vriendinnen nu. Weet je, en als ze luistert, gaat ze weten dat ik het over haar heb. Weet je, ik heb altijd dan gezegd, jij hebt me beschermd voor verder. Weet je, zo ga ik met kritiek om, kritiek die het tot doel heeft me beter te maken. Me te hoeden om fouten te maken. En ja, toen ben ik ambassadeur geworden en in Indonesië. En ze waren niet gewend dat een Surinaamse ambassadeur overal kwam. Maar ik kwam overal. Ik ben ook de dien geweest van de Groelak. Terwijl ik daar was. En ook het spreken van verschillende talen. Omdat ik praat vrij goed Spaans. Ik kan ook Portugees. Weet je, ik had Bahasa Indonesië geleerd. Voor ik wegging. Zodat ik de taal, op zijn minst de kranten kon lezen. En het nieuws kon volgen. En dat maakt dat je dan veel beter kan bewegen in die gemeenschap. En nadien ben ik, ik heb toen gestudeerd ook nog aan de Universiteit van Malta. Mijn master's in contemporary diplomacy gedaan. Die heb ik summa cum laude gehaald. Ik heb een onderzoek gedaan naar de islam. Naar de branding of islam. Het is eigenlijk voor het eerst geweest dat men branding van een religie heeft bestudeerd. Maar voor mij was het was gewoon belangrijk, omdat ik daar in Jakarta was. En je weet, het was toen vooral die tijd van al die aanslagen islam, die men op de islam afwentelde wereldwijd. 9-11 was geweest, et cetera. En ik hoorde hoe de mensen daar spraken en hoe ze gebukt gingen onder het feit dat men eigenlijk islam gelijk stelde met terrorisme. Mm-hmm. En ik ben geen moslim, maar mijn man wel. En toen heb ik gezegd, weet je wat, ik kies dat als onderzoek. Om te gaan kijken naar de landen. En ik kwam in contact met al die ambassadeurs van Saoedi-Arabië, van Jordanië, Senegal, et cetera. Ik zeg, ik ga een onderzoek doen. Dat wordt mijn onderzoek voor mijn masters. De branding of islam. En het is een heel interessant onderzoek natuurlijk geweest. En ik had Suriname erbij ook als eigenlijk de background. Omdat wij als land eigenlijk symbool staan voor, hoe noem je dat? Die verdraagzaamheid. Toch? Hier... Zij hebben al die geloven en we klagen over elkaar hoor. En er is wat verruwing op dit moment zichtbaar. Maar nochtans, bij ons, als jij moslim bent en je wil met een christen trouwen, hoef je niemand om toestemming te vragen. Je kan gewoon trouwen. Je kiest als je het moslim ingezegend. Of misschien doe je beide zelf. Toch? Beide inzegeningen. Maar er zijn landen waar het niet mag. Het is verboden bij wet. Toch? Dus bijvoorbeeld in Indonesië, er is een ministerie van religie. Het is verboden dat twee verschillende geloven met elkaar trouwen. De een moet zich bekeren tot het ander geloof. Anders kan het niet. Dus ik heb Suriname dan steeds gebracht als het toonbeeld van hoe het op zijn best is. Het meest ideale. Dus, toen heb ik bij de VN ook in commissies gezeten die te maken hebben onder andere met internet governance. De multi-stakeholder advisory group, daar ben ik lid van geweest. Bijna 4 jaar, denk ik. Die houden zich vooral bezig met internet op wereldniveau. En nadat ik ambassadeur af was en hier terug kwam, ben ik op Busa weer terug, heb ik me aangemeld. Ik heb toen vorm gegeven aan de basisopleiding voor diplomaten. Dat was onder minister Lakin.
En ik heb ook documentatie ingeleverd voor het reglement voor de buitenlandse dienst, de wet buitenlandse dienst. En, maar toen op een dag, toen vroeg hij me om thuis te blijven. Zei hem of hij van hoger hand. Ze lachen. En hij zei tegen me van, het is niet persoonlijk. Want hij, toen hij me zei van, ik vraag u om thuis te blijven. Dan heb ik hem gezegd, minister Lakien, u vraagt me iets en ik ga doen wat u me vraagt. Want u bent minister. Maar u weet het. Vandaag zit u daar en ik zit hier. Morgen kunnen de rollen omgekeerd zijn. Toen zei hij tegen me, het is niets persoonlijks. Het is van hoger hand. Ik zeg, maar dat zeg ik u precies. Het is niets persoonlijks, maar het is hoe het werkt. Toch? Dus, maar ik heb nooit een haatrelatie gehad in die zin. Want het heeft geen zin. Mensen, weet je, ik ken het systeem van ons hier. Maar nadien was ik weer aan het werk, mocht ik weer aan het werk een moment komen. Dat was bij die andere minister, ik ben even de naam kwijt. Ze was net later naar de OAS, ze kwam ook vanuit de OAS. Hindori, ja. En met haar ook een poosje gewerkt. Elke keer was het een poosje en dan moest je weer thuis blijven. Niet dat je iets kwaad deed, maar ja, ik weet niet wat er gebeurt, hoe het systeem werkt. En uiteindelijk, toen kwam deze regering. En ik ben ook begonnen te werken. En niet onder minister Begeli gewerkt? Nee, zij heeft me nooit, opgeroepen. Ik schreef er wel elk jaar een brief, want dat doe ik. Want ik bedoel, ik schrijf ze brieven zeker 1-2 keer per jaar. En zeg van, luister, ik wil u herinneren dat ik beschikbaar ben om mijn werk te komen doen. Dus onder haar heb ik niet, zij heeft me nooit opgeroepen. Maar onder Ramdien ben ik toen weer begonnen. Ik had eerst kantoor, later niet meer. Maar uiteindelijk heeft hij me toen 2 jaar terug weer opgeroepen. En me gezegd dat hij nu wel een job heeft die hij geschikt vindt. Ik zeg goed. En zo ben ik dus voorzitter van de landencommissie voor de SDG's. En dat werk doe ik met plezier. Ik heb weliswaar geen bureau, maar dat mag ons niet stoppen. Ik ben persoonlijk voorstander van flexibel werken. Ik vind ook dat we niet het hele kantoor hoeven te vullen met ambtenaren. Heel wat ambtenaren kunnen van hun huis uitwerken. En hij vindt het niet erg als hij kritiek levert op de regering? Hij heeft me af en toe opgeroepen, ja, en me gevraagd dat ik moet zwijgen. Maar ik heb hem gezegd, het is mijn job en dat ga ik nooit laten. Ik ben voorzitter van een partij en vanuit mijn verantwoordelijkheid. En het zijn mijn politieke rechten waar ik gebruik van maak. En bovendien moet men mij niet aanschrijven dat alsof ik de fout in het geheel ben. Want ik heb de handeling niet gepleegd. De handeling wordt gepleegd door de regering en dan geef ik kritiek. En als de regering die kritiek niet wil, dan moeten ze die handelingen niet meer plegen. Dat had ik overigens ook aan minister Hindori gezegd. Zij had me ook een keer opgeroepen nadat ze me al thuis had gezet. Van dat een minister voelde zich beledigd door wat ik had gezegd. En ik liep langs het parlement. Ik had het niet eens op de radio gezet. Ik liep langs het parlement bij een demonstratie. En er stond een parlementariër buiten en volgens mij een minister. En ze riepen iets. En toen heb ik me omgekeerd. Toen heb ik aan ze gezegd, luister, jullie moeten je schamen. Toch? Dat jullie hier staan, je kiek te breken op mensen die komen demonstreren, terwijl die mensen in het binnenland die jullie vertegenwoordigen, zo pinaren. En dat hebben ze als een belediging dus toen me aangebracht en was ik weer daarom thuis gezet. Ik zeg van, weet je, toen had ik haar ook gezegd van, luister, ik heb geen, men moet doen wat men niet laten kan, maar ik ga moet blijven doen wat ik vind dat gedaan moet worden. Dus, weet je, er is ook een moment geweest dat men me gezegd heeft, ja, kan je niet een beetje zwijgen, want ook deze keer, als je een beetje zwijgt, dan kan je een hoge functie op het ministerie krijgen. Ik zeg, ik krijg geen functies. Ik verdien functies. En ik verdien functies door te doen waar ik in geloof. Niemand gaat me zeggen van, je kan directeur worden als je een beetje zwijgt over de regering. Dat ga ik niet doen. Want die directeur wil ik niet zijn. Als ik directeur ben, ben ik het omdat ik vind dat ik dat werk kan, doe naar eer en geweten. Toch? En dat eer en geweten is ook dat stukje politiek van me kijk op zaken. Ik kan je zeggen, Cliff, toen ik terugkwam uit Indonesië, is me ook gezegd door de toenmalige directeur van BUSA. U was misschien voor de vorige regering ambassadeur, maar voor ons bent u geen ambassadeur, we gaan u ook niet zo noemen. Toen heb ik gezegd aan hem, van, het maakt mij niet uit hoe je me wil noemen, zolang je me bij mijn voornaam en mijn familienaam noemt. Zo ben ik geboren. Dat is wie ik ben, dat is hoe ik gekomen ben, dat is hoe ik ga. Een titel voor, achter mijn naam, een rang. Het maakt me niet beter dan ik ben. Toch? Want die inhoud van die rang komt van wie ik ben. Weet je, en dat is de persoon wie ik ben, Cliff. Als je president bent of niet, parlementariër bent, voorzitter parlement of niet, de wijze waarop je inhoud aan die functie geeft, wordt bepaald door wie jij bent.
en niet die functie gaat plots, je gaat niet plots in geweldig worden omdat je die titel hebt. Integendeel, je weet wat men zegt in het Engels. The higher the monkey climbs, the more you see. Is S. Precies. Mm. En dat geldt ook. Als je, hoe hoger je komt in een functie, hoe meer men je echte ik gaat zien. Mm. En daarom is het belangrijk dat je waakt over die echte ik van je. Goeie boodschap. Iemand zei van dat ding lijkt op een sollicitatiegesprek. Maar misschien. Maar het is geen sollicitatie. Nee, maar aan de ene ik denk dat we mensen moeten, net wat ik heb gezegd. Wie is de persoon achter? Toch? Zeker als we van plan zijn om de mensen, als de mensen ambities hebben. En als we van plan zijn, want we brengen mensen in functies waarvan we nauwelijks iets weten. Maar het was een mooi gesprek. Ja, ik vond het ook mooi. Ik had niet gerekend dat het dit zou anders, zijn. Anders. Veel succes. Wat zijn de plannen van DA voor de komende periode? Hebben jullie een programma tot ja, na de verkiezingen? Ja, dus dat zei ik. Die campagne gaat steeds weer in een andere fase met onze marketingstrategie. Gaan we nu naar fase 2. Online en offline. Mensen merken nu dat meer en meer van onze mensen hoorbaar en zichtbaar worden. We gaan die kadertrainingen van ons gaan versneld. En nu is het tijd natuurlijk, we gaan er naartoe dat we onze kandidaten meer en meer naar voren gaan brengen. Maar weet je, gefaseerd. Iemand vroeg me gisteren al, wanneer kan ik alle 51? Ik zeg, meneer, even geduld, alles op zijn tijd. We rollen niet in één keer 51 uit. Maar voor ons is belangrijk ook ons programma, ons politiek programma. Daarom zeg je, wat sla je dood met flyers? Omdat we bezig zijn met die lezingen, intern en extern. We hadden vorige week één in Lalaroek over kinderen met een beperking. Mm. Het beleid dat moet komen om eindelijk die kinderen ook volwaardige burgers van ons land te laten voelen. En zo gaan we de komende week over energiebeleid praten. Maar het doel ervan is niet alleen dat mensen bij elkaar komen en praten en inzicht verwerven, maar dat ons programma, ons politiek programma, praktisch en uitvoerbaar wordt bijgesteld en gereed gemaakt voor presentatie aan die samenleving. Dus dat is voor ons een belangrijke mijlpaal waar we nu hard aan werken, dat politiek programma. Ja, laten we hopen dat we naar een gezonde, vreedzame, verdraagzame campagne gaan, hè? Ja, wij zullen daar zeker... Zeker met het oog op wat meneer Miranda overkomen is. Nee, dat mag gewoon niet. Dus wij gaan daar zeker steeds voor oproepen. En ook het toonbeeld daarvan zijn. En we doen een oproep aan iedereen, elke politicus, ongeacht waar je zit. Toch, weet dat jij een voorbeeld bent daarvan. En daar invloed op kan hebben. Dus wend die invloed positief aan. Zodat we weten, we mogen van mening verschillen. We moeten misschien van mening verschillen op sommige momenten. Zodat die democratie vibrant is. Maar dat betekent dat we met respect en waardigheid en respect voor mensenrechten en burger- en politieke rechten zonder geweld met elkaar overweg kunnen gaan. Ja, iemand zegt, ik moet wel eerlijk toegeven dat ik deze zijde van haar niet meer had verwacht. Nou, daarom moet je vaker naar Baganatori kijken en luisteren. Huh? Want ze heeft zelfs nooit zo'n interview afgestaan. Niet eens aan haar favoriete presentator. Wie is mijn favoriet? Ik zal het maar niet zeggen. Mevrouw Del Castillo, dank u wel. Veel succes met uw partij. Kijken jullie goed uit daar in de Gladiolenstraat. Laat ons hopen dat de mensen de handelingen achterwege laten. En bedankt voor het komen. Nogmaals, veel succes. Dank u wel. Abon? Ja, kijkers, luisteraars, het was een genoegen.